staat er het langste voor de spiegel? Een tel. Leg uit. Ja, voor de match nog bezig met zijn haar en dergelijke. Ja. Dus ik ga ervan uit dat dat een tel is. Ja. Denk jij. Ja, toch wel. Ja, je ziet het er al vaak gevallen. Ja. En je haar ligt altijd goed, blijkbaar. Blijkbaar, ja. Dat is. Nee, ja. Wow, dat is hier toevallig. Gezien. Ja, zeker. Ja, voor zo is het. Ja. Ik vind dat ook op de moment zeker. Gillian of zo? Hoe zou ik kunnen? Jessin, ik weet niet. Een Oddy. Een Oddy? Ja. Ik denk een Oddy wel. Maar die was liefst ook wel het meeste haar om te doen. Het meeste haar, ja. Dat is waar. Die had er ook altijd wel goed uitzien, denk ik, de Oddy. Dus ja. Ja, ik wil een Oddy. Zou dat goed kunnen, ja. Nou, we hebben ook al de Jessin gehoord, omdat hij zijn haar en zijn baarsje altijd een beetje te perfect liggen. Dat is ook waar. Zoals hij anderhalf uur voetbal heeft liggen. Voilà. Dan moet hij wel kiezen. Dan moet je producten. Is vragen. Oh, die misschien wel. Wow. Wat echt goed meten. Maar als je maar bij jong is, is het minder relevant in. Allee, minder relevant in altijd onderuit, maar. Ik denk ook wel dat een Arthur. Ja, een Arthur. Maar een Arthur is gekaald, die niet. Ja, nu wel. De rest zeiden ze Jessie. De Jessie? Ja. Omdat zijn haar altijd goed ligt. En die is een baard. In ja, dat zou wel fijn. Moet ik jou doen, denk ik. Ja. Ik weet het eigenlijk ook niet. Pak een dieren tegenwoordig, een dieren wel. En waarom? Komt hij er verzorgd voor of? Ja. Goh, ik denk vooral op Odyssey, maar ik denk, ik ga Jesse er ook bij voegen. Zijn haar ligt altijd goed. Maakt niet uit hoe winderig hoe dat is, of het regen of zo, dus zijn haar ligt altijd goed. En Jessie, dat pijn waar ik er eens op gelet is, zijn haar ligt altijd goed. Ja. Dat is ongelooflijk. Je bent niet de eerste dat dat zegt. Broek? Ja, en Tel durft af en toe ook wel eens voor de spiegel te gaan staan. Maar dan is dat zo gezegd voordat het haar niet in de ogen zou liggen. Ja. Maar ja, ik denk dat de Jess toch wel met voorsprong kan winnen. Nee, ik zou het toch met een Oddy gaan. Ik doe ook TikToks, hè, dus. Doe je TikToks? Ja, oh, dat is een export. Die is in. Echt? Ik denk dat wel. Die zijn haar ligt te goed altijd. En die zijn baardlijntje klopt ook altijd. Dat klopt toch niet, dat is altijd perfect. Dat is altijd clean. Oh, zit dat niet? Of Dentiel, die zijn haar ligt altijd. Ah ja, ja Dentiel dan is ik Dentiel. Ik zie die Jessie. Ja. Ik zie Dentiel. Maar op zich, hier op de voetbal niet, maar thuis volgens mij die Jessie, die komt hier die altijd. Die had de Wouter er ook wel wat van ken. De Wouter? Ja, ik weet niet waarom. Ziet met zijn eerder. TikToks? Ja. Altijd goed. Hij heeft altijd even voordat hij een filmpje maakt, dat hij altijd eens even gaat zien of dat alles zo goed. Ja, dat kan ook wel. Maar ik zou ook wel misschien de Wouter doen, dus ik denk dat hij dat misschien ook wel. En de Julien? Die had de Julien ook wel. Die zal natuurlijk niet. We zullen proberen heel veel. We zullen proberen.